Dat een flinke fantasie die ze met iedereen deelde en vond het heerlijk om mee te spelen toen ik later toneelstukjes in elkaar flutste met de kinderen van hier, met als podium hun hele achtertuin vol struiken, bloemen en bomen. Dan speelden zij altijd de boze heks en vond het heerlijk om plotsklaps met een ijselijke gil vanuit de zwarte bes, rode bes en klapbes struiken of vanuit een hele lange kruip door sluip door bonenstaken van kousenband Kachampanjang in Indië ineens tevoorschijn te springen en dan riep ze: ik ben de boze heks, ik ga je vangen, te roepen en dan werd iedereen nagezeten tot in de kerstboom en gevangen en moest dan aan het touwtje meelopen en kreeg ook wel eens van haar vriendje billenkoek. Ze kon er mooi mee slaan tegen je rond. Een heerlijk kind was het. Ging haar eigen weg, wist tot hoe ver. De grens met het naaste dorp keek erom. Ze haar wandelingen kon maken om vandaar weer met haar vriendje zwierend in de hand terug naar huis te lopen. Ondertussen lange, ernstige monologen voor zich uitbrekend. Ze kreeg altijd de hoofdrol in de toneelstukjes die ik verzon en de ernst en intense inleving waarmee ze haar rolletjes neerzette waren zo echt als het maar kon. Ze had iedere professionele actrice met haar creaties zo van het toneel de coulissen in kunnen spelen. Het moest allemaal bloedernstig van haar, anders liep ze gewoon weg. Ach, die lieve zusje van hier. Dan komt de puberteit, dan komt een eerste seksuele affaire. Ja, als je 15, 16 bent, dan krijg je daar last van niet bij. En dat moet dan wel verteld, want het is een autobiografie. Ja, dank u wel. Ja, weet je, 82 ben ik nu. En ja, bevallig gaat dit het plafond hier. Valt er wel eens een woord uit of zo. Maar dan ben ik blij als ik geholpen word. Ik vind het heerlijk om hier in jullie midden te zijn. Met mensen uit Millingen. Mensen, nou ja, bij die ik eigenlijk begonnen ben te leven. Want het was vlak na.